die andere regio nog zeggen. Van Midden-Zeeland, zeg maar. Ja. Er is van alles vernieuwd. Er zijn nieuwe diensten, er is een nieuwe outfit. Ja. Maar ook een nieuwe informatiebalie, dat is deze. Dat is deze. Ja. Ja. En ja, nu verklapt je het net een beetje. Jij stond daar vroeger ook altijd in deze hoek. Ja. Dat was vroeger zaten we hier in de directiekamer. Ja. Met een heel mooi blauw bureau. En ik meen dat het 2014 was, toen zei je verhuisd naar de voorbalie. Ja. 2015 kan ook hoor. Maar nu is het echt weer duidelijk en prominent zichtbaar. Nu is het duidelijk aanwezig en iedereen weet het te vinden. Maar is het dan ook zo dat er constant een medewerker als het enigszins mogelijk is, wel. Ja, maar jij kent de stad behoorlijk goed. Want jij bent ook de dame die heel vaak naar de beurzen in Antwerpen beurzen, zo gaat. Ja. Ik doe het nou sinds 2003. Ja. Ja. Dus jij verkoopt al 17 jaar de stad Middelburg. 17 jaar de stad Middelburg. Nou, dat is fenomenaal. Ja, met plezier. Ja, nou dat is heel goed om te horen. Hou je goede werk vol en bedankt voor de toelichting. Goed, graag gedaan. Kijk, die gaat even wat. Mooi stadhuis, hè? Ja. Heel erg, ja. Wij ook allemaal. Ja. Omdat alles aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften van het RIVM moest voldoen. Dus ook met groepen mocht je niet bij elkaar komen. Ja, en rondleidingen doe je in een groep. Dus dat is toen helemaal stilgevallen. En toen we weer wat meer mochten en de anderhalve meter samenleving op gang kwam, dachten we van we gaan met kleine groepen beginnen. 6 personen wandelingen maken. Maar toen zijn we ook na gaan denken met het team van wat voor producten kunnen we meer ontwikkelen. En daarom zitten we hier nu in de raadzaal, want Willem heeft een prachtig scenario voor een wandeling. Hier krijg je een presentatie. En daarna gaan mensen individueel met een stadsgidsje lopen, zodat ze veilig de stad kunnen bekijken. Je hebt ook allemaal nieuwe outfits volgens mij en er is een nieuwe indeling. Ja. Kijk, dus jij bent nu fietsgids vandaag ook. Zie ik op je rug. Ik ben eigenlijk niet waardig dit te dragen, hè, want dat doen de anderen. Ik kan me niet meten met de stadsgidsen natuurlijk. Dat zijn onze specialisten. Maar we hebben wel een nieuwe outfit. We hebben een nieuwe balie in de winkel die weer veel prominenter aanwezig is. Zodat we herkenbaarder zijn. Een oude mens die ook leefde hier breed in de stad. Dus daar is mooi dat we daar aan tegemoet konden komen. De stadsgidsen zijn weer herkenbaarder met frisse en mooie outfit. En we hebben inderdaad nieuwe producten. We hebben nagedacht over die stadswandeling in coronatijd. Nou, Jan heeft al gezegd van dat moet met een kleinere groep. Dus we zijn met 6 mensen begonnen. Nu is het zo dat we met 10 personen lopen en 1 gids. Maar daarnaast dachten wij dat het misschien aardig zou zijn om een nieuw product te ontwikkelen. In die zin dat we dus hier in deze zaal, dus in de raadzaal, daar houden we dus een PowerPoint presentatie. En dat is dan de wandeling door de stad. Je krijgt dan, als je dus keurig netjes 1,5 meter van elkaar af zit, krijg je een platte grond. En dan kun je dus precies die wandeling volgen. En na afloop van die presentatie, die duurt maar een half uur, dan kun je dus zelf op pad. Dus dan ben je niet afhankelijk van een groep. En als je dat veilig vindt om dat in eigen verband en op je eigen tijd te doen, dan kan dat. Die presentatie is echt bedoeld als een meerwaarde op het boekje wat er ook is over monumenten in Middelburg. Dus het is toegevoegd aan datgene wat we al hebben, die platte grond, die kun je altijd bij de drukkerij gratis krijgen, plus het boekje, dat kun je kopen en dat zit dan bij de prijs van deze presentatie inbegrepen. De fietstochten. En ik doe met name dan de fietstocht Middelburg-Veren. Die heb ik ook min of meer bedacht. En die fietstocht die gaat over in hele grote lijnen over de historie van de stad Middelburg, de historie van de stad Veren. Maar we laten ook zien hoe mooi Walcheren is. Dus we fietsen over hele mooie gedeeltes van Walcheren, de kleine binnenweggetjes, door bos. Dat is knap, want nou ja, zo heel veel bos hebben we niet, maar we fietsen dus ook een stuk door het bos. En over het Deltawerk, dus het gaat de grote gemene delen van het verhaal is dat het eigenlijk over water gaat. Want daar hebben we rijkdom aan te danken. Maar ook overstromingen en ook de deltawerken. Dus dat is het grote geheel van die fietstocht. Maar we hebben een tweede fietstocht, die gaat naar Vlissingen. Het is niet alleen geschiedenis, het is veel meer. Het is een heel mooie tocht. Ja, nou dan zitten we toch aan deze kant. Dan wil ik toch graag nog de oud-gediende. Want inderdaad, ja, jou zie ik altijd wel toch op de markt, in de straat. En ja, ik zie je vaak. Ja. Maar hoe lang doe jij dit werk al? 21 jaar. Echt waar? Ja. En dat is behoorlijk lang zeg. Ja. En vertel je nog steeds hetzelfde verhaal of pas je het elke keer aan? Die ik in het begin deed en nu, of die hetzelfde zijn. Dat durf ik niet te zeggen, want je vergaart steeds meer kennis. Ja. En op een gegeven moment
kom je altijd tijd tekort, want je hebt zoveel in, zeg maar, in je hoofd zitten. Ja, maar het is ook een stad waar je altijd over kunt blijven vertellen, ja, toch? Ja, het verkoopt zichzelf. Het is een tocht die, die heeft echt als thema de maritieme geschiedenis van Middelburg en Vlissingen. Dat gaat dus echt over twee steden. Nou ja, en bij die maritieme geschiedenis, daar zit een heel belangrijk stuk Tweede Wereldoorlog in. Okay. En dus bij Middelburg gaat het dan voornamelijk om 17 mei 1940. En als je het over Vlissingen hebt en eigenlijk de rest van Walcheren, dan heb je het over de zomer en de herfst van 1944. Hè. Dus vooral de inundatie en de... De slag om de Schelde. Ja, de slag om de Schelde. Ja. Dus dat, en voor de rest, ja, er spelen ook nog allerlei andere elementen spelen er ook in mee. We hebben het over de VOC-geschiedenis van Middelburg. We hebben het over de kaperkapiteins, voornamelijk in Vlissingen. Ja, daar is natuurlijk ontzettend veel over te vertellen, maar vooral ook te zien. Hè. Er zijn heel veel monumenten, krijg je onderweg ook te zien. En onze gastenprogramma. Maar het kan natuurlijk zijn dat jij zegt, ik krijg een vriendengroep volgende week. Dan bel jij met onze toeristinfo met Renske en zeggen Renske, ik krijg 6 jongens en 6 meisjes op bezoek en wij willen iets leuks gaan doen. En dan laat je haar een arrangement voor je samenstellen en dan regelt zij alles voor je en dan ben jij klaar. We hebben heel veel activiteiten op maat. En dan zetten we of een gids in of we bellen een andere specialist. We maken een afspraak met een restaurant. Dus als een luie man kan ik dat dus wel degelijk zeggen, nou ik doe een stukje met Willem en dan fietsen we maar een klein stukje van de tocht. Want 25 kilometer is best weg. Nee, maar alles is bespreekbaar in principe. Alles is bespreekbaar en inderdaad op maat en naar wens maken we dan tochten. Ja. Nou, klinkt goed.